Ronny Flex loopt het risico te worden verkozen tot donbondje. De rapper is samen met Prinses Beatrix, presentator Wilfred Gene en stylist Bastiaan van Schaik genomineerd voor de titel die Bond voor Dieren jaarlijks uitreikt aan bekende Nederlanders die Bond dragen. Ronny Flex dankt de nominatie aan zijn voorliefde voor jassen met een kraag van Coyotebond. Volgens Bond voor Dieren gaat er veel leed schuil achter die modekeuze. Zo zouden jagers coyotes met pijnlijke wilklemmen vangen waarna ze de dieren doodschieten of doodslaan. Ook van Schaik draagt volgens de stichting geregeld Coyotebond. De antibondorganisatie hoopt BNRs te ontmoedigen zich in dierenpelsen te hullen omdat zij een voorbeeldfunctie hebben. Daarom informeert de stichting de genomineerden uitgebreid over de dieronvriendelijke praktijken Nachtenbond. Vanaf vrijdag is het mogelijk online een stem uit te brengen voor de titel. Waarvoor ook internetpersoonlijkheid Lizzie van der Licht en de reality-familie Balk zijn genomineerd. Begin januari wordt de winnaar bekendgemaakt. Vorig jaar ging de prijs voor het eerst niet naar een BNR. Maar werd de netse volk verkozen tot Don Bondje.